Hoi allemaal, ik ben Penelope en ik ga jullie vandaag vertellen waarom ik ICT heb gekozen en hoe ik tot de keuze van mijn opleiding ben gekomen. Ook ga ik jullie een paar tips geven over wat je het beste kan doen als je nog niet weet wat je wil gaan studeren of als je maar gewoon niet kan kiezen. Allereerst, ik studeer dus ICT, ik zit in mijn tweede jaar, de opleiding bevalt me nog heel goed, maar ik had mezelf nooit gezien als ICT'er. Ik heb hiervoor eerst mbo gedaan. Dit beviel me heel erg, maar ik wilde toch nog even door, want ik ben nog heel erg jong. Ik ben 21, dus ik dacht, nou, ik doe nog lekker even een hbo-opleiding erbij. Kan gewoon, ja. Ik ben eerst eigenlijk gaan zoeken tussen allerlei verschillende opleidingen die iets te maken hadden met creativiteit. En ik wist het gewoon allemaal niet. Ik wist gewoon niet wat ik moest kiezen. Na lang zoeken ben ik bij Communication en Multimedia Design terechtgekomen. Deze opleiding sprak me heel erg aan, vooral omdat ze heel creatief bezig zijn. Dus ik dacht, ja, ik ga een meeloopdag doen. En die meeloopdag werd eigenlijk steeds minder leuk voor mij. Niet omdat de opleiding niet leuk is, maar omdat het mij gewoon niet lag. En daarna ben ik terechtgekomen bij een hele technische ICT-studie. Niks voor mij, maar ik zag wel dat ICT mij lag. Vervolgens ben ik naar de open dagen gegaan, heb ik weer vragen gesteld. En uiteindelijk kwam ik bij mijn opleiding terecht, Business IT Management. Dit is de manier hoe ik bij ICT terecht ben gekomen. En dan nu. Tip 1. Je moet altijd verder kijken. Ik merk dat mensen hun eerste keuze altijd zien als iets heiligs en daaraan vast willen blijven klampen. Terwijl ik weet dat als je verder gaat kijken, je nog veel leukere dingen tegenkomt. Want er zijn zoveel opleidingen tegenwoordig. Het is gewoon echt raar als je maar één keuze hebt. Tip 2. Bekijk het hele studieplan. Ik weet van de meeste opleidingen dat ze zich vooral richten op het propedeusejaar en op de basisfase. Dat lijkt mensen altijd heel erg leuk, maar wat er daarna komt in de opleiding, dat spreek je misschien wel helemaal niet aan. Dus het is altijd goed om door te kijken, want stel je voor dat je het propedeusejaar een superleuk jaar vindt en daarna achterkomt dat de opleiding je toch niet ligt, omdat er nog 3 jaar volgt die allemaal dingen zijn die jij niet leuk vindt, dan heb je gewoon een verkeerde keuze gemaakt en dat is heel erg jammer. Tip 3. Wees kritisch naar jezelf. Als jij van jezelf weet dat je lui bent, of dat je helemaal niet goed bent in wiskunde of in scheikunde, en je gaat een hele technische studie doen, ga er dan vanuit dat je heel veel gaat moeten bijleren en bijstuderen. Dus vraag jezelf voordat je de opleiding kiest, ben ik echt bereid al dit werk ervoor te doen? Wees gewoon kritisch met jezelf, want als je gaat lopen liegen tegen jezelf, heb je uiteindelijk toch alleen maar, in die end, jou daarmee en niemand anders. Tip 4. Opleidingsuren. Wat ik vergat te checken was hoeveel studieuren ik per week kwijt zou zijn. Uiteindelijk zit ik 20 uur per week op school en ik zit ook thuis ook wel gemiddeld 20 uur per week nog aan school. Ik vind het heel leuk, want ik hou van mijn opleiding, dus ik doe het graag. Maar stel je voor je bent een topsporter of je hebt heel veel hobby's of je hebt andere dingen te doen. Dan is het gewoon helemaal niet handig als je een opleiding kiest waar je 40 uur per week aan kwijt bent. Want 40 uur is best wel veel. Bekijk dat goed voor jezelf. Guys, dit waren mijn tips. Bereid je goed voor op de studiekeuzecheck. Wees helemaal niet bang voor anderen. Wees gewoon jezelf. Laat het resultaat van de studiekeuzecheck niet beslissen. Het is jouw keuze. De studiekeuzecheck helpt je alleen om te kijken of het wel een goede keuze is voor jezelf. Het studieadvies is niet bindend bij de studiekeuzecheck. Dus laat je gewoon niet tegenhouden. Als jij die opleiding wil doen, dan ga je die gewoon lekker doen. Als jullie een video willen zien over hoe je kunt voorbereiden op de studiekeuzecheck, die komt hier zo boven. En je kan je hier abonneren op ons kanaal. Succes allemaal!